Hallo lieve Waterman, dit is jullie wekelijkse reading van 18 tot 24 november 2019. Ik heb de kaarten al gelegd. Ik heb een Keltische kruisleg gelegd en daaromheen boodschapkaarten. Laat me alsjeblieft weten wat je van deze reading vindt aan het einde van de video. Laat me weten of het met je resoneert of niet. En wat er in je leven gebeurt, dat vind ik altijd wel leuk. Om te weten van, ja... wie weet kan ik ook nog wel eens adviezen, geef ik wel eens mee. Dus kijk maar wat voor jou handig is. In ieder geval, ik heb de kaart al gelegd, dus ik ga nu gewoon gelijk beginnen voor jullie Waterman. Ik heb hier 6, de geliefde, aartsengel Raphaël, intieme relatie, weeg je keuze, zorgvuldig, goede gezondheid. Als jij in een relatie zit, wordt jou in een relatie met de geliefde zit, dan heelt aartsengel Raphaël jullie. Als je niet in een relatie zit, ja, dan is het heel erg belangrijk om een keuze te maken wat goed is voor je gezondheid, wat goed is voor jouw gesteldheid, voor jou. Of je daar wel prettig bij voelt of niet prettig bij voelt. En dat als je die beslissing moet nemen, doe dat wel zorgvuldig. Ja? De volgende kaart is nummer 7, de zegenwagen, aartsengel Metatron. Een belangrijke resultaat, zelfdiscipline en wilskracht, openlijke erkenning. Deze kaart zegt mij dat jij gewoon wel op de goede weg bent, ja. Je krijgt wel een goede resultaat. Je hebt alleen die wilskracht nodig en die zelfvertrouwen. En dat doe je ook. En je weet wel wat je gewoon te doen staat. En je bent wel op de goede weg. 9 van aarde, genieten van de kleine luxe dingen van het leven. Maak tijd om rustig alleen te zijn. Succes in je zelfstandig beroep. Dus dat betekent dat je gaat jezelf goed voelen door gewoon te genieten van al die luxe dingen. Al die kleine dingetjes. Daarvan word je gewoon gelukkig van. En maak ook even tijd om even alleen te zijn. Om even die rust te pakken. Dat is heel erg belangrijk. Koningin van aarde, bedachtzaam, creatief, warm, gevoelig. Maak tijd voor je omgeving. Kies voor een gevoelige aanpak. Ga uitdagingen op een rustige en begripvolle manier aan. Het is gewoon, voor jou is het gewoon de tijd om je rust te pakken. En gewoon wat meer aandacht aan je familie, je gezin te geven. Als er iets op je pad komt... probeer dat op een rustige manier aan te pakken in plaats van heel snel de beslissing te nemen of uit te vloepen wat je wilt zeggen. Maar soms is het heel belangrijk om eerst na te denken dan jezelf te uiten. Zodat de ruzie niet groter wordt. 8 van water. Verlangen om verder te gaan. Op zoek naar iets dat meer zinvol is. Spirituele en emotionele groei. Je maakt een hele spirituele en emotionele groei door. Waardoor jij misschien niet lekker in je vel zit. Je hebt echt zin om gewoon verder te gaan. Maar ik kom er maar niet vooruit. Het is gewoon tijd om die rust even te pakken. Want als jij die spirituele groei doormaakt. Dat emotionele groei doormaakt. Dan gaat er heel wat in je om. Heel wat in je emoties om. Dus daarvoor heb jij die rust nodig. Je hebt 6 van aarde. Giften in de vorm van geld, tijd of moeite. Nieuwe kansen op carrièregebied. Een lening krijgen of schuld aflossen. Het kan zo zijn dat je schulden aflost. Dat je gewoon een lening kan krijgen. Dat jij misschien... financiële voordeel zal ontvangen. Of een nieuwe carrière. Of een nieuwe werk wilt hebben.
Dus dat je weggaat van je oude werkgever en dat je aan iets nieuws gaat beginnen. Misschien wel een hele andere tak van wat je nu doet, dat je dat wilt gaan doen. En wat ook voor jou misschien qua lichamelijk misschien ook wel wat fijner is. Koningin van water, goedhartig, meelevend, geduldig, liefdevol. Relaties komen op een hogere plan. Vertrouw je intuïtie. Zorg goed voor jezelf en voor anderen. Dit hebben jullie alle drie de luchttekens gekregen, deze kaart. Dat vind ik zo mooi. Dat je je relaties op een hoger plan gaat zetten. Je gaat vertrouw op je intuïtie, zodat je goed voor jezelf en voor anderen, dus je gezin of je familie, kan zorgen. En daardoor gaat jouw licht ook wat meer, gaat jouw licht wat meer schijnen. Wauw, zo gaaf dit. Lieve waterman, je hebt ook 11 kracht, aarsengel Ariel, grote innerlijke kracht, laat harde en scherpe oordelen varen, vergeving en compassie. Je hebt grote innerlijke kracht, ja? Je luistert naar je intuïtie, waardoor je die innerlijke kracht hebt. Laat de mensen die je pijn hebben gedaan, vergeef die mensen. Vergeef ze in liefde, zodat het is niet zo dat het goed is wat ze hebben gedaan, dat ze jou zoveel pijn hebben, maar zodat jij verder kan gaan. Laat het los en ga verder. Leef in het hier en nu. Dat zal jou nog meer innerlijke kracht geven. En kan jij verder ook op je pad. Aas van aarde. Een golf van overvloed. Een veelbelovende zakelijke onderneming. Belangrijke documenten of contracten. Je bent bang om een ander werk aan te nemen. Je bent bang om een nieuw contract te tekenen. Bang voor je financiële zaken, dat je misschien niet uit gaat komen als je het geen vast contract hebt of wat dan ook. Je bent daar heel erg bang voor. Maar weet dat als je ergens mee zit, dat je gewoon aan God en de engelen, je spiritueel team of het universum kan vragen. En dat je gewoon daarbij wordt geholpen. En dat je daar dus niet meer bang hoeft te zijn. Dat al je angsten ook weg zullen vallen. Ridder van aarde, loyaal, toegewijd, eerbaar, vriendelijk. Tijd om je schouders eronder te zetten en dingen voor elkaar te krijgen. Neem je commitment serieus, een beschermengel. Het is tijd om actie te ondernemen. Tijd om de dingen voor elkaar te krijgen. Je beschermengel staat aan je zijde en helpt jou daarbij. De onderliggende kaart was 6 van vuur. Gewonnen, er is goed nieuws op komst, openlijke erkenning of beloning. Dus er is goed nieuws voor jou op komst, dus maak je geen zorgen. Vraag als je hulp nodig hebt aan God en de engelen, aan je spiritueel team, aan het universum. Vraag om hulp. En je zal zien dat jij gewoon echt die goede nieuws op je pad krijgt en gewoon geholpen wordt. Dus wees daarvan overtuigd. Je maakt inderdaad op dit moment een spirituele groei door. Daardoor voel je je echt lekker in je vel. Al jouw wensen komen daardoor uit. En ook door het zelfvertrouwen. Dus je maakt spirituele groei door. Je voelt je lekker in je vel. Al je dromen komen uit. Door jouw zelfvertrouwen. Wauw. Dat is toch zo gaaf. Stel je voor. Visualiseer duidelijk het leven dat je wilt. Voel het in je hart en je ziel. En zult het krijgen. Stel je voor. Visualiseer. Dan zal je het ook krijgen. Dat is gewoon wet van aantrekking. Avontuur. Probeer de huidige situatie niet te zien als hindernis, maar als avontuur. Onderzoek
Onderzoek de mogelijkheden. Er zijn er veel meer dan je nu kunt bedenken. Zie dingen niet als zwart of wit. Onderzoek alle kleuren die ertussen liggen. Dus de situaties die er gebeuren, niet als een hindernis, maar als een avontuur. Want voor elk probleem is er een oplossing. En je kunt hulp vragen aan de mensen om je heen, aan God en de engelen, aan het spirituele team en aan het universum. Zij kunnen je echt op allerlei manieren, kan je gewoon hulp krijgen en een oplossing voor de situatie waarin je verkeert. Dus maak je niet al te veel zorgen. Aarsengel Rafael, voel dat je wordt omgeven door mijn smaragdgroene licht. Ik, Aarsengel Rafael, breng je genezing en verlichting. De stormwolken zullen snel verdwijnen en de zon zal oneindig helder stralen. Je krijgt gewoon heling van Aarsengel Rafael. Dus maak je geen zorgen. Gewijde ruimte, wij je beschermengelen, omgeven je met smaragdgouden en roze licht. Laat je zorgen en onzekerheden los en ga deze gewijde ruimte vol liefde en genezing binnen. Zelfs jouw beschermengelen, die omringen jou, die helen jou met gouden en roze licht. Plus het groene licht van Aarsengel Rafael komt er nog eens bij. Dus je wordt zelf geheeld. Maak je alsjeblieft geen zorgen. Er wordt voor je gezorgd. Vul de bron, trek je, even kijken hoor. Ja, vul de bron, trek je terug, rust, doe nieuwe energie op. Het is heel belangrijk om te rusten, te mediteren, even tot jezelf te komen, even alleen te zijn, om jezelf op te laden. Het is heel erg nodig bij jou. Om je energie weer op te laden. Sterrenstof, wat verlicht jou? Ja. Hoe voel jij je rust? Hoe ervaar jij rust in jezelf? Wat verlicht jou? Bescherming, kom terug in je kracht. Verbreek banden, hervind je ziel. Je kan jezelf beschermen en in je kracht terug te komen door alle negatieve koorden weg te laten snijden door aarsengel Michael en te laten helen door aarsengel Rafael. Daar waar de koorden zijn verwijderd, wordt gewoon geheeld door aarsengel Rafael. Doe dat alsjeblieft, dat is heel erg belangrijk, zodat al die negativiteit bij jou weggaat en al het positieve in kan komen. Min takan, naar huis verlangen erbij horen, lichtwerkers. Lieve waterman, je bent lichtwerker. Je wilt terug naar huis. Je wilt gewoon erbij horen. Je wilt de liefde voelen van de mensen. Maar dat kan je niet hier krijgen. Dat kan je pas misschien bij jouw spirituele team krijgen. En dus ga meer mediteren, kom meer dichter bij jezelf, zo krijg je ook meer contact met je spirituele team en zal je ook niet zo alleen voelen. En dan zal je ook niet het verlangen hebben om naar huis terug te keren, dat je spirituele team aan je zijde hebt. Ga genieten, geniet van het leven, denk minder. Maar onderneem actie. Vergelijk je niet met de ander, maar wees jezelf. Geef en ontvang liefde. Geniet van alles om je heen. Er is veel hulp vanuit het licht. Ga ervoor. Geniet van je leven. Je hebt heel veel hulp en begeleiding vanuit het licht. Ja? Denk niet te veel. Leef met je hart. Luister naar je hart. Want je hart leidt je op je levenspad. Aarsengel Michael, je mag meer bescherming vragen aan Aarsengel Michael.
Vraag hem om je te helpen energieën van een ander bij je weg te halen. Vraag om extra kracht. Vraag vervolgens of hij je wil omhullen met zijn prachtig mooie kobaltblauwe energie die je beschermt. Dus vraag aan aartsengel Michael om bescherming. Laat hij alle negatieve koorden van je weg snijden. Laat alle negatieve energieën bij je weg vandaan halen. En heel je met het groene licht van aartsengel Raphaël. Aartsengel Jofiel, er mag meer positiviteit en humor in je leven zijn. Dit werkt helen. Laat je niet gevangen houden door je verleden of door problemen om je heen. Heb je het moeilijk? Vraag deze prachtige engel je te helpen met je verwerkingsprocessen zonder jezelf daarin te verliezen. Wauw, deze is zo gaaf. Vraag aartsengel Jofiel om hulp, ja? Met je verwerkingsprocessen. En denk meer positief, zodat er weer meer heling plaats zal vinden. En aartsengel Jofiel helpt je ook met de heling. Rust. Zorg goed voor jezelf. Laat niet door iedereen aan je trekken. Je mag vaker nee zeggen. Eet gezond en trek vaker de natuur in. Je gaat jezelf vaak voorbij. Neem op tijd rust. Dit gaat je goed doen. Rust. Eet en drink goed. Drink veel water. Dat is ook helen. Zeg nee als het voor jou te veel wordt. Zodat je weer even tot jezelf kan komen. Neem even je rust. Omarm je eigen kracht. Ja? Omarm je eigen kracht door die rust te nemen, zodat je wat dichter bij jezelf kan komen, dat je weer in kracht komt te staan. Stel je prioriteiten opnieuw. Doe eerst wat belangrijk is voor jou. Dan help je een ander. Of doe je ook wat voor ander. Word een zuiver kanaal. Laat al negatieve varen, negatieve gedachten, negatieve. Laat aartsengel Michael al het negativiteit bij jou weghalen. Alle negatieve entiteiten, alle negatieve gedachten, alle negativiteit om je heen. Laat hij al de negatieve koorden van je wegsnijden. En laat aartsengel Raphaël daar helen waar de koorden zijn gesneden. Tel je zegeningen. Je bent zoveel gezegend door het universum. Je hebt zoveel van het universum ontvangen en je zal meer krijgen. Dus dat houdt nu niet op. Je krijgt altijd veel zegeningen van het universum. Wauw, echt mooi. Nou, dan ga ik jullie boodschapkaart. Deze kaart had toevallig ook de weegschaal. Maar ik zal voor jullie natuurlijk ook weer eventjes oplezen. Hele mooie kaart ook, by the way. Kristallenheling. Deze kaart geeft aan dat je zo intensief bezighoudt met mensen die hulp nodig hebben, dat je zelf vergeten bent. Net als veel anderen heb je geleerd dat de behoeften van anderen altijd voorgaan. Dat je eigen schitterende ik als laatste komt. Maar dat is precies het tegenovergestelde van de manier waarop jij en de wereld kunnen helen. Het is belangrijk om van jezelf te houden en voor jezelf te zorgen om de eenheid en de evenwicht te vinden die nodig zijn om anderen om je heen te helpen. Als je geheeld en volledig bent, wordt de wereld om je heen ook geheeld. Dit moet je begrijpen en toepassen om een meester heler te worden. De kaart van de kristallen kan ook betekenen dat je te veel energie hebt gestoken in pijn, ontgoocheling en woede. Het is tijd om los te laten en door te gaan. Het koninkrijk van de mineralen biedt jou deze natuurlijk effectieve helende energie. Andere verklaringen: maak een afspraak voor een reiki sessie of een kristalhealing voor jezelf. Ontdek de helende eigenschappen van kristallen. Heling maakt deel uit van je doel van je leven. Er zal heel binnenkort een situatie geheeld worden.
Je gebeden hebben effect. Het is tijd om te vergeven. Wauw. Nou, lieve watermannen, als je heling nodig hebt, ik geef Shambhala healing. Laat me via de messenger, via Facebook, via messenger weten als je dat nodig hebt. Als je consulten wilt, een persoonlijke consulten wilt hebben, kan je me bereiken bij Tokoslen Online Radarbox nummer 327. Ik ben maandag, woensdag, vrijdag beschikbaar van 7 tot 9. Je kan ook op mijn Facebookpagina kan je al mijn diensten kijken. Daar geef ik persoonlijke readings, chatconsulten, consult via mijn 06-nummer. Ik heb nog meer diensten daarin staan, dus kijk er alsjeblieft naar. Laat me in ieder geval weten wat je van deze reading vond. Zet een duimpje, abonneer en laat het belletje rinkelen om mijn video's te ontvangen. En laat me vooral weten wat je van deze reading vond. Nou, ik wens je een hele fijne week. En tot de volgende keer. Doei, Waterman.